je metabolisme versnellen met dit verfrissende drankje. Je metabolisme versnellen met dit verfrissende drankje. Het metabolisme bestaat uit een reeks chemische processen. Die zijn verantwoordelijk voor de omzetting van de energie uit de voeding die je eet. Ze zetten deze energie om in brandstof voor elke cel en elk orgaan in je lichaam. Het houdt de bloedsuikerspiegel onder controle en zorgt ervoor dat je lichaamsgewicht in evenwicht blijft. Bovendien speelt het een rol in het cardiovasculaire systeem en bij vele andere activiteiten die zich afspelen in je lichaam en je in goede gezondheid houden. Het metabolisme werkt bij elke persoon anders. Dit is afhankelijk van het geslacht, de leeftijd, de lichaamsafmetingen en vele andere aspecten. Sommige gewoonten vertragen echter het metabolisme. Een zittend leven, alcoholgebruik en slechte voeding zijn enkele oorzaken. Die maken het moeilijker om calorieën te verbranden. Het zal niet alleen een opvallende toename in gewicht veroorzaken, maar het kan ook bijdragen tot de ontwikkeling van bepaalde aandoeningen die je levenskwaliteit echt kunnen aantasten. Gelukkig zijn er alternatieven. Het is bewezen dat goede gewoontes en bepaalde voedingsstoffen kunnen helpen om je metabolisme te stimuleren en de eerder vermelde problemen te vermijden. In dit artikel stellen we je een verfrissend drankje voor. Het is gemaakt van groene thee, grapefruit en munt. Voor mensen die als gevolg van een traag metabolisme problemen hebben om gewicht te verliezen, is dit een geweldig hulpmiddel. Probeer het zeker uit. Maak dit verfrissende drankje om je metabolisme te versnellen met groene thee, grapefruit en munt. Deze verfrissende drank is een geweldige keuze voor mensen die op zoek zijn naar een gezonde manier om gewicht te verliezen. Uiteraard is het geen vetverbrandend wondermiddel. Toch zal het je helpen om je lichaam te ontgiften en je metabolisme te stimuleren, op voorwaarde dat je het regelmatig drinkt. Dit komt deels omdat de ingrediënten voedzaam zijn en weinig calorieën bevatten. De voordelen van groene thee. Groene thee is over de hele wereld een favoriet drankje. Dat is te wijten aan zijn vermogen om het lichaam te beschermen tegen de negatieve effecten van vrije radicalen en tegen de gevaren van overgewicht. Het bevat veel antioxidanten, vitaminen en mineralen. Maar het bevat ook weinig calorieën en helpt om je metabolisme een boost te geven zodat het op een doeltreffende manier calorieën verbrandt. Groene thee zou bovendien ook warmteproducerende en zuiverende effecten hebben. Die twee dingen maken van groene thee een goed middel om vet te verbranden. Maak groene thee tot een regelmatig onderdeel van je dagelijkse voeding. Het zal je helpen om tot 19 meer vet te verbranden. Het zorgt er bovendien ook voor dat het lichaam mindere koolhydraten en lipiden in het bloed opneemt. Het zal dus de opname van calorieën beperken. De voordelen van grapefruit. Grapefruit is een van de meest aanbevolen citrusvruchten om gewicht te verliezen. Dit fruit bevat weinig calorieën en veel water. Het heeft dan ook een aantal eigenschappen die gewichtsverlies stimuleren. Grapefruit heeft het vermogen om je een verzadigd gevoel te geven. Tegelijkertijd versnelt het je metabolisme. Het is ook vochtafdrijvend en zuiverend.
Bovendien bevat het antioxidanten die helpen om gifstoffen en vastgehouden vocht af te voeren. Op die manier helpt het om gewicht te verliezen en ziekten te voorkomen. Bovendien bevat deze vrucht meer dan 150 fytonutriënten. De meeste zijn flavonoïden. Die zorgen voor een goede cardiovasculaire gezondheid. De voordelen van munt is bekend vanwege zijn verfrissende kracht, maar het is ook een ideale plant om gewichtsverlies en de afvoer van gifstoffen te stimuleren. Het bezit krachtige vermogens die helpen bij de spijsvertering. Munt voorkomt niet alleen maagzuur, maar helpt het lichaam ook om voedingsstoffen beter op te nemen. Tegelijkertijd biedt het ook ondersteuning om de afvalstoffen te verwijderen die het lichaam niet nodig heeft. Bovendien werkt het ontstekingsremmend en bevat het antioxidanten. Daardoor laat het het lichaam ontspannen en biedt het bescherming tegen de negatieve effecten van oxidatieve schade. We bevelen ook dit artikel aan: ontgift je lever met deze geweldige peterselie-munthee. Hoe maak ik dit verfrissende drankje? Combineer deze voedzame en caloriearme drank met een gezond dieet. Zo zal je je metabolisme verbeteren en centimeters verliezen. Je kan er de hele dag door van genieten. Start 's morgens vroeg en drink het op een lege maag. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 liter water, 5 zakjes groene thee, 1 grapefruit, 8 muntblaadjes, 1 eetlepel honing eventueel. Hoe maak je het klaar? Warm het water op. Zodra het kookt, voeg je de theezakjes toe. Neem het van het vuur. Laat het gedurende 5 tot 10 minuten trekken. Voeg dan de stukjes grapefruit toe. Daarna mag je de muntblaadjes erbij doen. Wacht minstens 2 uren voordat je het drinkt. We raden aan om dit drankje de avond vooraf te maken. Dan is het al klaar wanneer je opstaat. Als je wilt, kan je het drankje wat zoeten met honing. Na 2 weken zal je al resultaten zien. Onthoud dat je naast het gebruik van dit drankje ook enkele gewoontes in je levensstijl zal moeten verbeteren. Dat zal noodzakelijk zijn om een traag metabolisme te bestrijden en een aanzienlijk gewichtsverlies te bereiken.